sta hier tussen twee grootheden in de culinaire wereld. Hof van Kleve en Hertog Jan. Peter en Joachim, missen jullie nu geen derde naast jullie, zo onze Geert van Ecke? Ja, natuurlijk, ja. Hoe meer dat er zijn, hoe meer vreugde. Dat is zeker. Maar ja, dat is niet aan ons om daarover te beslissen. Dat zijn de mensen van Michelin die daarover beslissen. En ja, blijkbaar is de tijd nog niet rijp. Toch, weer drie sterren. Dat is nog niet evident om dat vol te houden. Of gaat het makkelijker nu? Het is elk jaar opnieuw een uitdaging. Hè. We mogen niet op onze lauweren rusten, dus we gaan elk jaar door op hetgeen dat we verwezenlijkt hebben. En we proberen toch nog altijd een beetje beter te doen. Well, ja, zoals Mr. Ellis zegt, ja, je moet ze verdienen ieder jaar opnieuw, ook de nieuwe. En het is niet omdat ze eenmaal voor uw naam staan, dat ze daar ook blijven staan. Dus ja, je moet er iedere dag, ieder jaar voor werken. En ja, ik denk het, ja, het is Michelin die daarover beslist en zij wikken en wegen goed. Dat denk dat ze ook niet over één nacht ijs gaan om die sterren uit te delen. Je bent hier zonder Gert. Waar is onze Gert? Gert is in Japan voor de verandering. Hij vond het zeer jammer, want het is het tweede jaar op een rij dat hij er niet bij kan zijn. En het bleef toch altijd een mooi moment, een hoogtepunt op het jaar. Ja, dat was zeer opvallend, vond ik, dit jaar dat Michelin gekozen heeft voor het jonge talent. Jong keukengeweld, bij wijze van spreken. En wat ik ook zeer mooi vond eraan, was de emotie en de passie die mensen hadden.